Good morning to you. How are you? Hello, how lovely nice to meet you. Thank you, it's an honor to meet you. Thank you. I brought you something from Holland. Oh, I hope you like it. En ondanks dat er in het nieuws wel eens berichten zijn van een ontsnapte TBS'er, een schietpartij of een onderschepte drugsdeal, voelen wij ons in de bestaande maatschappelijke structuren meer dan veilig. Aankomende zondag neem ik u mee naar het Montferland in Pareltjes van Gelderland. En dan vertel ik u meer over Huisberg. Tot zondag! Want georganiseerde criminaliteit is ver van ons bed. Toch? Ja, mooi hoor dit. Je mag het wel lenen. Mag ik het lenen? Ja. Je weet, als je iets leent aan een burgemeester van Marokkaanse roots, ik weet niet of je het terugkrijgt, maar... Ik ben zo blij dat u het zelf zegt. What does the song We'll Meet Again mean to you personally? Well, it was a perfect song at that time. Actually, I was singing it before the war. And when I'd started my programs, you know, you look for songs to always close a program. Mm. I immediately thought, well, We'll Meet Again has been popular, you know, during the war, and it's one that everybody seems to remember. So I thought, well, that's the perfect song, really, to close the program, Lance. And so, of course, because I did that, the song lived on. Mm-hmm. En wat te denken van mensenhandel. Het komt nog steeds voor dat met name vrouwen van hun vrijheid worden beroofd. En worden uitgebuit in de illegale prostitutie. Ook in jouw omgeving. In veel gevallen wordt het granulaat gedroogd op 120 graden en voorverwarmd voor de machines. En dat gebeurt allemaal in die verschillende containers die je hier ziet staan. Het mooie is dat met een ingenieus systeem van slangen en buizen de machines in de machinehal eigenlijk vragen om hun grondstof. En dat wordt dan uit bakken gezogen. Kun je hier bijvoorbeeld goed zien? Kijk maar. En er zit een soort stofzuigerslang en dan loopt het via de slangen naar de machine die dat op dat moment nodig heeft. Toen zei ik van ja, we hebben een stuk cultureel erfgoed. De vijf brandweer, ja, van de gouden boekjes. Heb je die arie ook voorgelezen vroeger? Nee, ik weet niet. Deze, ik weet het niet. Maar we hebben een aantal van die dingen. Maar dit is wel erg mooi. Het is echt erg mooi. Vijf brandweermannetjes. Ja, gisteren hadden we met een soort licht Marokkaanse tong van. Nou wilde ik eigenlijk aan je vragen of je een klein stukje... Rotterdams... Het leek mij zo, ja, weet je, maar dan echt onvervalst. Ik probeer het wel eens, maar ik vind het geweldig. Ik denk dat jij dan een stuk beter kan. So of course that would have been the last time, whatever the last show I did, that would have been the last time. I feel quite humble, but can I sing it for you? Pardon? Can I sing it for you? Can you sing it for me? Yeah. Yes. En ik mag jullie heel hartelijk welkom heten bij de 7e aflevering van De Kerk van Alle Kanten. Onze serie over de toekomst van ons religieus erfgoed. En eerlijk gezegd, ja, we hebben elke keer het woord kerken genoemd, maar we hebben het over gebedshuizen. En vandaag gaan we het hebben over al die andere religieuze gebouwen van onder andere migrantenkerken, van moskeeën, synagoges. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I'll know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello, different pitch, to the folks that I know,
Tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. You still sing wonderful. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. I'm singing an octave lower than you. Yeah, but that sounds good. Thank you so much. You're welcome. Nice talking to you. Thank you so much.